Nee. Die wordt echt maar wimper. Ah. Ik zeg, nieuwe Superfly thuis te laten. You can do deze. Ik ben hier zo slecht in, waarom doe ik YouTube? Dat weet ik ook niet. Nee, grapje. In de serie voor Suckers ga ik een paar weken langs bij verschillende gasten om te kijken of wat zij doen ook iets voor mij is. En dan zeg ik van, daarom heb ik Jimmy. En dan zeg ik van, ja, ik heb Jimmy. Nice paper. Hoi allemaal, vandaag ben ik met Jimmy en hebben we een Versuckers voor jullie. En dit is een nieuwe aflevering van mijn serie Puntje Puntje Versuckers. Wat betekent dat we dus jullie oplossingen gaan geven voor dingen waar ik slecht in ben en jij misschien ook wel. En dit keer is het onderwerp presenteren. Ik ga jou leren 5 tips geven hoe je moet presenteren. Nu heb ik helemaal niet dat intro gedaan dat ik wilde. Oh mijn god. De eerste tip. Doe goede research. Dat is heel belangrijk. Oké, morgen presentatie. Ik heb absoluut niks doorgenomen, maar het moet vast en zeker wel goed komen. Wat ga ik vertellen in hemelsnaam? Oké, ik ben Lois en mijn presentatie gaat vandaag over de avocado. Een avocado is iets wat je vaak eet en ik vind het heel erg lekker persoonlijk. Ik heb ook heel veel dingen zoals sokken en dingetjes en... Waar komen avocados eigenlijk vandaan? Weet ik veel. Kut, Jimmy. Tip 2. De 2 is dat je moet oefenen in je eigen kamer of in je woonkamer met knuffels, kussens of gewoon je familie. En dan heel vaak. Heb ik heel veel gedaan vroeger. 30.000 keer, tot je het gewoon helemaal weet. Oké, mijn presentatie gaat over horrorfilms. En wat ik leuk vind aan horrorfilms is dat... En tip 3. Ga vroeg naar bed. Dus niet zoals Lois de hele avond Netflix kijken. Oeps. Morgen een belangrijke presentatie over Drake. Het is een Canadese rapper. Hij heeft in Degrassi gespeeld. Hij komt uit Canada, of duidelijk. En... Nieuwe Superfly Times online. Oké, ik kan dit. Ik ga morgenochtend nog eventjes doornemen. En nu nog heel eventjes relaxen, want dat heb ik even nodig. Ik ga nu nog één video kijken op YouTube. 6.5 hours later. Nou, zo moet het dus niet. Tip 4. Let op je houding. mijn presentatie gaat over apen. Ja, dit is dus niet goed. Die eten dus bananen en ze wonen meestal in een warm klimaat en lekker. Wat crazy. En tip 5. Niet in de ogen kijken, maar hier tussen de wenkbrauwen. Oké, mijn presentatie gaat dus over honden. Ik vind honden hele leuke beesten. Ik heb zelf ook een hond. En honden. Jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dat jullie iets hadden aan de tips. Vergeet ook niet duimpjes omhoog te doen, want dan weten wij of je het echt een leuke video vond. Voor de rest, vergeet niet op ons te abonneren. Op mij, Lois en op Jimmy. Superfly Times. Precies. Later. Adios, high five. Blijf bij mij, ga niet weg. Je bent de enige die ik heb. Enige die ik heb.